Maar nou is het echt tijd. Vrijdagbobbel, kijk mee. Yo, staan we met Danny Bakker, maat. 2 dagen keihard getraind. Zijn we klaar voor AZ? Zeker weten, ja. Ja, maat? Ja, ja. Zeker. En hoe is het met jou? Ja, ik ben bijna echt 100% fit, dus... Ja, maar je krijgt geen reacties meer? Nee. Oké, dus we gaan weer genieten van je. Ik hoop het wel, ja. Dit weekend maak je waarschijnlijk ook wel kans, want ik denk de Rijk is geschorst. Nou, hij moet gaan schuiven, dus komt Danny helemaal in beeld dan? Ja, dat is aan het trainen natuurlijk, maar hij kan meerdere posities kan andere spelers zetten, dus ik ben benieuwd. Oké, maat, hoe voel je? Goed. Ja? Ja. Hoe is het team? Is dat... Ja, het is natuurlijk wel een tegenslag van afgelopen maandag. Dinsdag, sorry. Ja. Dus dat is heel vervelend natuurlijk. Dat hakt erin, hè? Dat hakt zeker erin. Niet alleen bij de supporters, maar ook bij maar jullie. Maar ook bij ons. Ja. En dat heb je zelf wel, denk ik, ook wel gezien na de wedstrijd. En dat is natuurlijk een tegenslag. Maar we moeten zaterdag weer ervoor staan, dus morgen weer. Ja, maar het gaat gebeuren. Zeker. Danny die gaat, ga je doen? Filmpje kijken? Pizza chappen? Ja, rustig aan. Ja, tuurlijk. Rustig. Jo, nou, natuurlijk praten we ook met de trainer, Henk. Ja, je hebt 2 dagen getraind naar de BK. Zijn ze er klaar voor, AZ? Want ja, dat is weer niet de minste tegenstander. Nee, we moeten er klaar voor zijn. Ja. Het is een tegenstander die wel aanspreekt. Nou, dus daar moeten we gewoon klaar voor zijn. Want daar speelt ook het een en ander natuurlijk. Ook wat Marco Verbasten gebeurd is. Jij bent zelf trainer. Doet dat je wat? Ja, voor mij is het natuurlijk ook een icoon. Want Marco Verbasten is de beste voetballer van Nederland geweest. Dus ik vind het erg als het hem niet lukt. Hebben jullie zelf dan, zoals jij, heb jij een band daarmee? Of voel je nou, er ook voor? Een band is, dat is niet zo. Dat zou overdreven zijn. Maar ik heb wel iedereen, tenminste zeker intern, weet hoe ik over Van Basten denk. Ja. Dat vind ik een van de... Zo niet de mooiste speler waar ik tegen heb mogen spelen. En los van dat, kijk, iedereen gun je het beste. Maar bij sommige mensen heb je wel op basis van hetgene wat je meegemaakt hebt als speler. En wat je hebt gezien van hem met name als speler. Ja, daar heb je wel een bepaald gevoel bij. Zijn wij nu daar een beetje dan die perikelen zijn? Met de trainers van de Brom nog niet op de bank, noem maar op. Zijn wij in het voordeel dan? Ja, kijk, je kan nooit van tevoren inschatten in hoeverre dat invloed heeft op de groep. Feit blijft dat het gewoon een ploeg is met heel veel kwaliteit. Ook van de laatste wedstrijd van PEC gewonnen. Dat zegt ook al veel, want dat is toch wel de ploeg in vorm. Dus het is een tegenstander waar wij absoluut onze handen aan vol zullen hebben. Maar wij zijn ook een ploeg die nogmaals iedereen gewoon moeilijk kunnen maken. Mits we daar gewoon de benodigde arbeid in steken. De kopjes van de jongens, staan die weer allemaal de goede kant op? Of stonden die al de goede kant op? Ja, kijk, nou ja, ik ben heel erg iemand van processen. En dit is een wedstrijd, ook een wedstrijd in dat proces geweest. En waar duidelijk is waar we het met z'n allen niet goed hebben gedaan. Daar moet je ook niet voor verstoppen. Nou, reden te meer om de draad op te pakken en vooral bezig te zijn met wat we van plan waren. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, dit is de eerste keer waar wij, sinds ik het heb overgenomen, zeg maar min of meer door de ondergrens zakken, vind ik. Want dit was een tegenstander waar we gewoon moesten winnen. Ja, ja, ja. Zo eerlijk moet je ook zijn. Hoewel er hele knappe voetballers bij liepen. Jawel, maar dan nog. Ik bedoel, ja. Het is... Ja, zo voelt het voor een supporter ook. Hè? Ja, daar hadden we van moeten winnen. Ja, nou, dat ben ik het helemaal mee eens. Dat hebben we niet goed gedaan. Maar nogmaals, dit is de eerste keer, vandaar dat ik het ook heb gezegd, dat het in mijn optiek een incident moet zijn. Dat we gewoon de draad op moeten pakken en gewoon verder waar we mee bezig waren. Zo simpel is het. En hoe doe je dat dan? Want dan ben je donderdag, want die jongens zijn woensdag vrij geweest, dan ben je donderdag ben je met ze weer begonnen. En hoe gaat dat dan? Nou ja, het is vooral professioneel gedragen. Kijk, ik ga niet liegen dat ik er doodziek ben dat we die wedstrijd niet kunnen winnen. En dat we die traditie van het niet verder komen in de beker niet hebben kunnen doorbreken. Dat vind ik echt, echt frustrerend. Ja. Maar goed, we moeten prof zijn en omgaan met ook de teleurstellingen. Want iedereen is teleurgesteld, geloof me. Al die jongens zijn teleurgesteld. Ja. Maar goed, wat ik net al zei, dit is de eerste keer sinds ik het heb overgenomen dat wij die ondergrens tenminste zijn doorgezakt. En wat dat betreft verdienen ze alle respect en het vertrouwen. En dat is ook gewoon zo. Zij kunnen veel meer dan dat ze van zichzelf verwachten en ook soms eisen. Nou, is de Rijk is een wedstrijd geschorst. Moet je gaan schuiven? Of had je daar al een plan voor? Nee, er zijn mensen die op verschillende posities kunnen spelen. In het verleden dat goed hebben gedaan. Dus, zaterdagochtend vertellen aan de jongens? Ja, in principe wel. Oké.
Oké. Ik hoop dat het een goede wedstrijd wordt. Ja. Ik hoop ook dat de supporters gewoon wel naar het stadion komen. Het is wel belangrijk, want zonder die supporters zit er geen sfeer in het stadion. Hè? Nee, we hebben ze keihard nodig. Zeker omdat ik heel graag toch ook zie en soms wel een beetje kijk naar de clubs als bijvoorbeeld Cambuur. Waar juist de steun van het publiek ons extra vleugels zou kunnen geven. Maar ik begrijp dat het van beide kanten is. Wij moeten gewoon laten zien dat we bereid zijn kei en kaart te werken en strijd te leveren. En als zij ons daarin steunen, dan kan het alleen maar beter. We zijn niet in paniek, toch, Nat? Oh, nee, ik absoluut niet. Nee, zeker niet. Goed weekend. Oké, dank je. Thanks. Nou, was een beetje korte vrijdagbabbel. Ja, je begrijpt wel, ze hebben maar 2 dagen. Dus als ik ook nog eens met al die spelers mocht gaan praten, dan wordt het helemaal niks. Later.